Ik denk dat de kop eigenlijk alles wel zegt. Hè. Welke ambitie de VVD heeft met deze verkiezingen. Dat we echt sterker uit de crisis komen. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb het 4 jaar geleden ook gedaan. En dat vond ik toen ook wel heel erg leuk. Maar dit heeft ook intern ontzettend veel dynamiek gegeven bij de fractie. Mensen die eraan meegewerkt hebben. Dan gaan we dit erin doen en die columnisten. Helden in plaats van hufters. Dit gaat over zelfverdediging. Het is een wetsvoorstel waar wij aan werken, Fred Teven. En collega's, om het mogelijk te maken als jij een inbreker je huis uitslaat, dat dan die inbreker in de boeien wordt afgevoerd en niet de eigenaar van het huis zoals nu dreigt. Hè. Je mag er niet aankomen. Ja. Die inbreker kan dan als het ware hè, in beroep gaan. Hier zie je natuurlijk een hele belangrijke, dat heeft te maken met de hele kwestie van de onzekerheid op de huizenmarkt door de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Als u nou straks premier bent, wat is het allereerste wat u gaat doen? Het allereerste? Ik denk dat het allereerste toch moet zijn dat we de onzekerheid wegnemen op die huizenmarkt. Want dat zit het economisch herstel in de weg. Er zijn heel veel mensen die nu geen huis kopen, omdat ze zeggen, ja, we weten niet hoe het gaat lopen met die hypotheek. Dus dat zou echt meteen in het regeerakkoord duidelijk moeten zijn. Dan is die onzekerheid weg, dan kunnen mensen die een huis willen kopen, dat huis weer gaan kopen. Ben je van dat gedoe af?